Hoe haalt u het flightstation uit uw auto? De opvouwbare Quingo Flight Scootmobiel met het vernieuwde flightstation past in de kleinste autokofferbak. Dankzij het aluminium station met afstandsbediening laat en lost u de Quingo Flight in minder dan 60 seconden. Optillen is dus niet nodig. Wij laten u stap voor stap zien hoe u het flightstation uit uw autokofferbak haalt. Stap 1. Verwijder middenstuk. Verwijder allereerst het middenstuk tussen de beide oprijplaten. U klikt het middenstuk naar beneden los. Stap 2. Ontgrendel oprijplaten. Zet vervolgens de ontgrendeling van de beide oprijplaten op rood. U doet dit met de knoppen aan de binnenkant van de oprijplaten. Stap 3. Verwijderen oprijplaten. Schuif nu zowel de linker als de rechter oprijplaat 1 voor 1 uit de rijplaat. Stap 4. Weghalen voorste steunarmen. Ga nu naar de voorkant van de rails. Schuif hier vervolgens de voorste steunarm, links of rechts, aan het uiteinde van de oprijplaat naar binnen. Laat deze daarna zakken en koppel deze steunarm los van het frame van het station. Herhaal deze stappen voor de voorste steunarm aan de andere kant. Stap 5. Verwijderen rijplaten. Haal nu de staande steunarm, die aan de zijkant op de buitenste rail zit, omhoog. Verwijder vervolgens de rijplaat van het frame. Doe hetzelfde met de staande steunarm aan de andere kant. Stap 6. Frame eruit halen. Schuif de twee zijsteunen naar het midden van het frame. Zo wordt het frame van het station vrijgegeven. Maak daarna de 4 zuignappen van het frame los. U kunt nu het frame van het station eenvoudig uit uw auto tillen. Stap 7. Berg het flightstation op. Verpak alle onderdelen van het flightstation en berg deze in een stofvrije omgeving op. Of zet het station over in uw andere auto. Bel voor meer informatie gratis naar 0800 2020.